De skihal in Terneuzen is gesloten. De 50 personeelsleden van Snowbase staan allemaal op straat. De skihal zat al een poos in de financiële problemen. Onder meer doordat het Openbaar Ministerie beslag legde op de hal. De hal werd in verband gebracht met coffeeshop Checkpoint. Als het aan de statenfractie van GroenLinks ligt, komt de Westerschelde-tunnel net als vroeger weer in het beheer van het Rijk. Momenteel is de tunnel eigendom van de provincie. En volgens GroenLinks hoort het tunnelbeheer niet bij de kerntaken van de provincie. De partij zou ook graag zien dat de tunnel in de toekomst tolvrij wordt. Een 5 meter lange radiografisch bestuurbare vis zwemt sinds gisteren rond in de vissershaven van Breskens. Vanaf de kade kunnen medewerkers van het Visserijmuseum de vis laten knipogen, water laten spuiten en zijn staart laten bewegen. Een camera in zijn buik maakt opnames van het onderwaterleven in de haven. Die beelden zijn te zien in het museum. Heeft u tips? Bel ons of mail.